Hoi, leuk dat jullie kijken naar deze video. Vandaag zijn we bij de Military in Boekelo. Ja, ik praat, dus nu mag jij. Wat gaan we doen? Nou, we gaan een show geven en een meet and greet. Dus we hebben er helemaal zin in. Nou, welkom bij Boekelo, waar ik met een veel te grote microfoon op mijn snuiter bij de kamer zit. En ik heb dat ding gereden. Mijn moeder die. En kijk hoe strak het naast elkaar staat. Jeetje. Wauw. En je staat hier, de andere paarden staan daar. Dit zijn de stallen. Dus dat is erg leuk en mooi. Ik vind het wel knus eigenlijk. Ik vind het wel schattig zo met z'n allen. Daar gaat Tess. Tess die is een appel aan het eten. En dat zijn nu allemaal dingetjes eigenlijk aan het regelen voor Military Boekelo. Woehoe. Nou, dit is de stal van Henja. Henja heeft een mooi dakkie. Toch Henja? En je hebt waarschijnlijk gewoon heel veel honger en interesseert mij niet zoveel wat ik allemaal aan het zeggen ben. Tussendoor worden Tess' veters gestrikt. En een appel. Erg interessant. Ik ga niet met de microfoon dicht bij Tess' mond, want dan hoor je smekgeluiden. En daar hou ik niet zo van. En we gaan nu gaan wij dan? Op pad naar Floor! En er worden nu allemaal dingen geregeld en zo. Maar dan! Die lopen, we wilden heen en hebben geen mogelijkheid voor die rijplaten. Oh. Het is wel weer een mooie beetje. Ja, wel een beetje. Ja, maar daar gaan ze. We hebben een soort geheime ingang gevonden naar het terrein. Ja, het is een beetje een creatieve weg. Maar niemand heeft het gezien. Hallo. Nou, dit zit eruit als het terrein. Want ik zie een hek. En hekken betekent dat het een ingang. Ja, het is allemaal stinkjes. Het hek waar we net langs liepen was geen ingang. Ja, dat is goed punt, Kim. Dat is toch ook echt een hek? Hi. Ik zie al houten planken. Ik zie al andere YouTubers. En een springkussen. Ba-na-na-na-na. Wat hebben we nog meer? We hebben een super mooie auto die ik niet mag filmen, want het is geen paard. Maar er zitten wel heel veel paarden in. Paardenkracht. En je hebt leuke hoedjes, zie ik, met kleding. En nog meer kleding. En ik zie daar nog meer kleding. Heel veel kleding. En wat heb je nog meer? Jij hebt ook nog harde paarden daar, met andere YouTubers. En dan heb je dit, waar mijn auto hoort. Die kennen we ook. En dit hebben we. En we hebben van die rijtuigjes of zo. Paardstoek baas, mooie poster. En een soort feesttent, zie ik. Daar is damesmode. En ik denk dat we nog een paar moeten openen. Ik moet nu die kant op. Op weg naar de springkussen, aha. Oh, kijk dan. Dat is toch heel mooi. Dat is heel mooi. We gaan nu naar het evenement toe. We volgen de dames. En het is al een beetje druk, niet zo druk. Oh, wat een mooie auto. Snackverhuur, kun je lekkere snacks halen. Hallo! En dit is een café. Daar zie ik nog een ander evenement. En ik denk dat we hier naar binnen toch gaan. Vervolgens voor iedereen. Kijk dan. Dat ziet er wel gaaf uit zo. Heel netjes. Vind ik nog. Een soort overdressed kantine denk ik. Wat meer is. Ja. Ik vind het leuk. Je chocomel halen. En toiletten en iedereen loopt naar het toiletten, dus ik denk dat ik de andere kant op ga. Natuurlijk een algemene foto natuurlijk ook gemaakt worden. Dus je ziet. En iedereen hier, wat even een foto maken. Nou, hier zijn alle YouTubers gaan op een rij staan. Daar staat een rij die naar de YouTubers toe willen.
En dat is een aardig belangrijk. Dat is gezellig. Leuk. En dan gaan er allemaal handtekeningen weer worden uitgedeeld en bij ieder ander evenement. En dan gewoon netjes het rijtje af. Even kijken of er midden in de groep nog wel mensen enthousiast zijn in de rij. Ik loop er graag wel even helemaal dwars doorheen. Dan zit iedereen netjes in de rij. Daar ook, met mensen in de rij. De rij valt op zich, als je het vergelijkt met andere evenementen, wel mee. Maar het is toch, mensen willen toch even graag van. Leuk. Dat zijn ook allemaal mensen. Ik wil ook graag een handtekening. En bij rest is nu allemaal leeg. Oké. We gaan het spel spelen. Wie is het? Het zit in een bepaalde kleurvolgorde. Wie is dat? Goed zo, dat is Tessa. Wie zou dat zijn? Goed zo, dat is Kim. Tessa zwaait. Hallo. Wie zou dat zijn? Heel goed, dat is Rebecca. Ze zitten samen met de drietjes. Op mijn eigen paal. Is dat niet prachtig? Zoals je ziet komt er een hele parade aan. We gaan verder met het spel. Wie is het? Ik zie hier wel heel veel mensen. Ik kan niet verder inzoomen. We lopen in. Oké. Laat me achter de reacties wie dit allemaal zijn. Succes! Oh. Nou, ik hoop dat jullie het allemaal goed geraden hebben. Want hier komen ze. Ik had het voordeel in het gras. De mensen. Jongens, meeloopt gewoon met je laarzen. Kijk nou. Er zijn nog een paar drones opgeduiken op. Kijk nou, daar komen ze allemaal aan. En dan gaan ze straks allemaal opzadelen. Zie ik een krukje? Ik zie een krukje. Nou, daar staan de paarden. Rustig. In staanstand. Met staan. Natuurlijk, we regelen het altijd maar niet. En die twee super meiden wilden ons even houden. Isabella. Er gebeurt niet zoveel. Ze staan een beetje stil. Ik hoop dat jullie geniet van deze stilstaande billen. Billen? Beelden. Deze stilstaande beelden. Geen billen. Of een lopende Christine. Kies er maar eentje uit. Oh, beweeg het beeld! Beweeg! En staan ze stil. En daar wordt alles heel goed aangetrokken. Zoals je ziet, gaat de laars om de voet heen. De voet zit erin. De rits wordt dicht gedaan. De knoop weer opgedaan. Goed bezig, Rebecca. Daar gaat Tess. Die pakt de laarzen. Daar gaat Kim. Die trekt ook de rits aan. Goed bezig, Tessa. Hier staan twee fans. Die ons aan het helpen zijn. Erg cool. Kim, ik weet niet wat je aan het doen bent. Maar de rest is al klaar. Je hebt een beetje opschieten, Kim. Tessa doet haar cap op. En pak nog meer spullen. Mijn broeder. Ook nog een laars. Want de andere laars. Kan niet in zijn eentje staan. Dat is een beetje zielig. Mijn moeder heeft een erg mooie knot in. Erg mooi. Kim doet haar helm op. Of de cap. Dat is een kip. En jeetje, wat is die mooi aan het... Zo, clipje dicht. Anders valt hij af. Oh, wat gaat ze nu pakken? De handschoentjes. We gaan nu bekijken hoe Kim de handschoentjes aantrekt. Handschoentje 1. Die moet even goed alle vingers erin. Tessa moet de schoenen nog even in de laarzen tas doen. Anders raak je spullen kwijt, Tess. Dat is niet heel handig. Kijk, daar gaan de schoenen in de tas. Dit is een beetje elk evenement. Elke keer. Oh, hallo. Bella. Je staat in mijn beeld. Ik word er genies.
En tot slot, gezondheid. We gaan verder. Tessa heeft Bella. Oh, gaat ze erop? Oh, ik zie de hoofd. Wij gaan. Daar gaat Tess. Ze doet er ijzeren dingen waar je voet in stopt. Doet ze goed. Erg belangrijk. Oh, hij moet extra goed zitten. Tess gaat erop. Tess zit erop. En gaat er vandoor. Ga bezig, Tess. Daar gaat Tess. Hi, Bart. Oh. Wil je nog zien hoe mijn moeder gaat opstijgen? Ik zal extra voor jullie inzoomen op het krukje. Daar gaan de twee voetjes op. Mijn moeder steekt er nu boven. Zit erg mooi hartje erop. Dan gaat mijn moeder. Oh, klimmen, klimmen. Oh, netjes eroverheen. En daar zit ze hoor. Krukjes niet meer nodig. Die wordt omgeslagen. En zo stappen we op een paard. En nu wordt even warm gereden. Door Kim of Henja. Daar gaan ze. Door Rebecca. Met Verona. Mijn moeder. En dan gaat mijn zusje, Tessa. Met Bella. Erg mooi. Het is erg magnifiek. Het ziet er erg mooi uit. Succes met warm rijden. En we zien jullie zo bij de show. Nou, zoals jullie zien is het warm lopen klaar. En gaan wij nu richting de bak. Heel dramatisch. Niet vergeten zonder mijn moeder. Zonder mijn moeder gaat het allemaal niet goed. We zullen achter haar aanlopen. Nou, daar is Tess klaar. Met Belgica. En de twee andere dames. Kan ik maar mijn hand draaien? Of zeg, mag de muziek aan? We gaan eerst kinderen altijd verzamelen. Nou, dit is de show. Kijk, we hebben alle balken worden netjes neergezet. Krullenbakken staan ook klaar. Jeetje, wat gaat dat netjes. Hier zitten al onze fans. Oh, wacht. Dat zijn lege banken. Daar zijn alle fans. Oh nee, hier zijn alle fans. Oeps. Okay, hier staat iedereen lekker patatje te eten. Terwijl straks de show zo gaat beginnen. Er zitten een aantal mensen. Kijk, daar zitten ze allemaal. Wachtend tot de show gaat beginnen. En ik zie daar nog wat meer mensen staan. Ik heb een rol in deze race. Kijk. Deze show, met deze kliniek. Zo, hey, alle staan helemaal klaar. Hallo! Het is een show, dames en heren. Nou, iedereen is blij. En daar zijn nog wat meer mensen. En daar. Zo. Oké. Okay. Kom maar! Ik ga even mensen halen. Er zijn ook heel veel YouTubers die natuurlijk allemaal leuk. Je kunt komen dansen. Kom maar. Het bijt niet. Kom maar gezellig meedoen. Ja, dat komen ook kinderen. Ja, precies. Hier ook nog een paar mensen die meekomen. Ja, daar komen ook al twee anderen. Hartstikke leuk. Daar komen nog wel meer mensen. Wat zeg je? Je wilt ook mee komen dansen, dat is gezellig. Kijk, er komen nog meer mensen. Ah, er komen nog meer mensen. Ah, er komen heel veel mensen. Ja. Kijk, er komen nog meer mensen. Ja, oh, er komen overal kinderen uit het niet. Ah, daar komt nog iemand. Ja, precies. Ja, er komen nog meer mensen. Gezellig. Kijk. Mannen, kom op. Jullie weten toch hoe je moet dansen? Ja, je hebt al geloofd dat je zak kan. En nou, dit zijn aardig wat kinderen die mee gaan dansen. Dat is wel leuk. Ja, dan staat iedereen al klaar. Oké. Okay. Gaan we de bal spelen? Wij gaan op de paarden bij de bal staan, maar hier moeten jullie mee aan elkaar.
alle benen worden aan elkaar vastgebonden. Dan moet je het vasthouden. Deze moet je ook zelf vasthouden. Juist. Ja, kijk. Oké. Helemaal goed. Hey Noah, zijn er niet dat ik ben. Alle kinderen worden hier helemaal vastgebonden. Don't try this at home, kids. Probeer dit niet thuis. Dat gaat niet goed. Jullie ook? Ja. Zo, helemaal vast. Nou, jullie zijn vast. En dan kan je springen. Kijken. Tada, moeilijk hè? Ja, we zijn helemaal klaar voor, denk ik. Dan springen ze al vast. Ja, we gaan al naar de bankjes toe. Krukje. Ja, dit is enigszins lastig. Houden we niet. Wel. Ik heb een vriendin. Is dat waar? Hallo. Dus hij is 19 geworden. Meiden staan al klaar. Nu nog. We gaan niet in volle weg op de bus. We gaan best wagen. Maar we gaan niet in volle keer. We gaan niet. Zeg je? Nee, doe maar gewoon stap eraf. Oké, kinderen, zijn jullie klaar voor de aanloopkant? Ja. Ja? Gaan jullie zo allemaal aanroepen aan langs de lijn? Daar gaan we. 3, 2, 1, kom maar. En daar gaan ze. Goed zo, de gaal heel goed. Ja, op, op, op. Kom maar. Rustig. Ja, geef niks. Rustig aan. Ik heb een groot paard, dus we moeten veel sneller dan de rest. Geen niks. Goed. Nou, bro, dan moet iemand inhalen, dus ga vandaag. Dat is goed, dat kan ik. Ja. En ze gaan weer terug. Ze springt voor het leven. Hoppa. Hopen dat ze zal winnen. Zijn ze sprint? Ga maar gauw. En zij is er al. Yes. En Kim is hier gewonnen, altijd. En als tweede, Tessa's team. Voorzichtig, goed zo. En als derde Rebecca. Groot applaus voor de meiden, goed zo. Yes. Nou, omdat jullie het zo goed gedaan hebben, mogen jullie gewoon alle drie mee. Dat is wel een keer, denk ik. Want ondanks dat Tim alweer gewonnen heeft, denk ik toch. Dat hij voor mij ook op de kilometer. Dus jullie mogen even je papa en mama gaan ophalen als je dat wilt. Zeker, papa en mama. Nee, we willen stallen. Ja? Oh, durfst dat? Ja, oké. Okay. Helemaal goed. Wij willen jullie heel erg bedanken dat het hier zijn. Bij dit nieuwe YouTube-extreem worden we nog altijd weer heel erg bedankt. En we zien jullie heel graag jullie weer volgende keer. Wij zijn de kort weer in, ik moet zeggen, bij Zwolle. In Zwolle is dus daar komen we ook weer zitten. En we gaan ook nog naar de Achterhoek. En nog meer weet over hart voor paarden kan je natuurlijk in www.hartvoorpaarden.nl en daar staat onze agenda en jullie op ons YouTube-kanaal. Speciaal voor dat ene meisje dat nog niet eens vreemd is. Dus we zien jullie heel graag de volgende keer en bedankt voor de aandacht en veel plezier met Destiny. Doei! Ja, mooi hoor. Hart voor paarden, geweldig. Ik denk dat jullie allemaal nu ik en mijn pony uit je hoofd gaan leren. Dat is ongetwijfeld ook een goede. Ja, dat snap ik. Het is echt moeiend. Alle kindertjes zijn klaar met de pasvoer. Geef ze nog een mooi applaus. Hart voor paarden, Rebecca, Tessa en Kim. Dankjewel. Kun je maar... Nou, dit was de... Patriska. Show. En dan gaan een paar mensen gezellig naar de stal. Hoe ze dat doet en hoe ze dat rijden. Er zijn drie winnaars dit keer, in plaats van één, zoals normaal. Dus en degene die ons een slip heeft gegeven. En dan gaan we nu met z'n allen in een parade gaan we naar de stallen. Superleuk. Nou, na de show komen ze hier aan bij de stallen met de nieuwe winnaars. En we gaan even kijken hoe dat gaat. Daar gaat Tess en Isabella. Na het harde werken van mij. Hey. Oh, wel hoor. Helemaal gek. Die vindt mij niet zo aardig. Daar staat Kim, waar ben je? Ik ben hier. En daar is Hans met alle winnaars van de dansshow. En de pennen, mevrouw. Yes. Daar is Tess. Ja, ik leef ook nog.
bezweet. Nou, kijk, we hebben wel luchtgaten, dus... Het is wel goed. Het is wel, wel iets prettiger dan... Ja, dan heel bezweet hoofd. Dat wil je ook niet zien. Nee. Ik heb nog wel lastig. Zo is het. Even kijken hoor. De paarden worden eerst even afgezaald. En daarna kunnen we ze even aan een halster en een dekentje op. En dan kunnen we even foto's maken. En Esmee en Leanne. En die hebben altijd taart. Volgens mij hebben ze heel veel taart, of niet? Nou ja, twee. Maar eentje die wij. Als je andere zou ik niet eten. Want? Nou, die zijn voor de... Oh, voor de paarden! Wat goed voor jou! We nemen altijd mee voor onze paarden, maar de paarden krijgen we nog wel. Oh, wat lief! Ja, daar ben ik blij mee. Dus een paardentaart en een gewone taart. Nou, dat moet lukken, denk ik. Toch? Ja. We hebben echt een leuke. Ja, hij is gaaf, hè? Wil je op de foto met mijn trailer? Nee, nee, zo leuk is het ook weer niet, man. Nee, inderdaad. Dus waar heb jij dan zin mee echt aan te kijken? Ja, waarom zou ik dat nou doen? Dat is wel waar, ja. Ja, we wachten heel even tot de paardjes afgezadeld zijn en dan kunnen we het. Even gelijk, een kringschien natuurlijk. Ah, ik begin het te snappen. Zo. De paardjes worden allemaal weer binnengezet. Waar is die donder? Dat heb ik al teruggegeven. Niet zo mooi in mijn zakken. Zitten. Rommelen, hè? Tuurlijk wel. Jonge dame. Jonge dame. Jonge dame. Als we het klaargezet voor de foto's. Daar vooral. En daar. Niet daar. Mensen zijn nu even aan het rondkijken op de stallen. Het zijn niet hele grote stallen. Maar stallen zijn stallen. Het is erg leuk. Erg bijzonder. Lijkt wauw. Zet ze mee zien. Nu worden de fotomomentjes gedaan. En Leanne. Leanne nog ook langs. Dit zijn de eerste fotomomentjes. Met Verona. Verona. Die kijkt de andere kant op. Verona, je bent niet heel erg fotogeniek momenteel. Goed zo. Kom je een keer met Henja? Ik zou je schaart hoor. Henja vindt het interessant. Ja, en hoe heet jouw paard? Charlie. Charlie. Verona heeft honger. Alleen al een man. Een man zijn van Verona dan of zo. Echt spreulend. Kijk, komt Bella, daar is Henja. Ga jij van die kant staan? Ja. Als jij aan die kant gaat staan. En er komt tussendoor een heel groot paard langs. Een heel groot paard. Heel groot paard. Met andere mensen erachteraan. Dat gebeurt wel vaker. Daar is Henja. Oh, daar ging een peeskap. Die hebben we ook niet nodig. Nou, hoe wij het eerst met z'n allen doen en we gaan allemaal apart. Nog een idee? Kom maar staan. Tussen de paardjes en de mensen. Kom maar naar voren, kom maar naar mij. Kom maar bij Corona. Even bij de les zijn, hè? Hoi, mama. Ja. Kom maar bij hoor. We gaan mee kijken. Rechtdoor. Omhoog. Kijk, er staat iedereen nu aan de foto. De ouders. Maak allemaal foto's. Hartstikke leuk. Ja, oké. Nou, als jullie dan allemaal om speur nog eventjes. Of... En nu worden nog aparte fotomentjes gegeven. Ja? Dat was wel fijn. We hebben een speciale paardentaart gemaakt. Nee, ik sla gezond. Dus daarom extra gezond. Oh ja, nee, ik snap hem al. Oké. Pa 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 da. Pa 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 da. Het stinkt heel erg en het is een tijd. Ja. Oh. Ja, klopt. Want er zit een banaan in ook. Oh, dat is een hoor. En hij is een beetje door elkaar. Oh, ja. Misschien. Ik kan misschien echt een beetje iets doen. Ja, ik zou zeggen, deel hem uit aan de paardjes. Ja, aan jou de eer. Nou, maar dat is mijn tafel. Nee hoor, dat voel ik niet. Nee. Ik
mijn tafel. Daar gaat het. Daar gaat het. Ik wil wel bij de taartafstrijding zijn, hè? Kijk, Pony, je tweede paardtaart deze week. Deze is niet door mij gemaakt. Hij kan nu niet hiervoor. Ah, dat is wel lekker. Ja? Hij eet alleen de appel op. Ze eet alleen de appel. Oké. Zit er ook peer in? Ja, dat klinkt lekker. Op naar de volgende. Nee. Wacht even met aansnijden. Inderdaad. En de rest krijg je natuurlijk ook van de taart. Paardenlijke taart. Wauw. Hij ligt met elkaar. Oh. Het kan niet elk jaar. Maar hij ziet er wel goed uit hoor. Ja. AVP, ik ben voor. Hij was... Jij hoe die was. Ja. Oké, wacht even. Lekker. Maar we worden niet minder lekker van of zo hoor. Even nu eerst mijn nieuwe taart bakken, het moet opnieuw. Oh, Esmee? Maar je hebt toch geen bordjes bij je? Nee. Nou, dan kunnen we toch beter met z'n allen er gewoon omheen gaan zitten en voorpakken en dan eten. Het was echt een hele leuke show en ik vond het heel leuk. Ik ook. We hebben weer een hele hoop leuke fans ontmoet en zelfs nog een paar even hierheen meegenomen backstage. Dus dat was echt heel erg gaaf. Super gaaf van die drie. Lekker te eten gehad, goed te drinken gehad. Dus we zijn verwend door de military in Boekelo. Hij is 13 oktober, dus als jij er geweest bent, laat dan hieronder in de comments even achter hoe jij het vond. En wij gaan nu weer naar huis. Ja. Dus, jij mag eerst. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Vergeet niet te abonneren. En doe gewoon duimpje omhoog. Tot de volgende video. Doeg! Doeg.